Letlon speelt een belangrijke rol op het Noordelijk Koorfestival dat van 20 oktober al in Ljouwert houden wordt. Voor Letten betekent jongen vrijheid. Het wie een uitlaatklep in tijden van onderdrukking. Friezen kunnen daarvan leren, zo vonden de gongmakkers van het festival. Ze noegen wraadverneemde Letse componisten en dirigenten uit om naar Ljouwert te komen. En in Riga onderzochten ze het geheim van de Letse koorcultuur. Omroep Friesland reis gemaai. Ich möchte immer hören, wenn das Musik geboren in das Konzertmoment. Und ich manchmal sage, okay, das ist kein Problem, wenn du eine Note tiefer oder nicht so perfekt singen oder spielen. Aber ich möchte hören, dass dieser Moment, wenn du sagst, nein, das ist nicht Mozart-Musik, das ist meine Musik. Und das ist mein Ideal, was ich immer möchte. Ik denk dat het zingen echt wel een item op het ogenblik in Nederland is. Omdat zeg maar vanuit de regelgeving, vanuit de overheid, wordt het eigenlijk wordt het als een luxe gezien. Wordt het als een hobby, de beroemde linkse hobby. Maar als je naar het wezen kijkt en als je naar mensen kijkt en naar hoe kinderen zich ontwikkelen, dan moet je eigenlijk constateren dat het iets heel belangrijks is en dat het kinderen heel veel geeft. Vooral binnen jongers en koren aan de gang voor het Noordelijk Koorfestival dat nije week in Ljouwert is. Een van de doelen is jongeren enthousiaste meisjes van koren. Deze band zongen in het Nationaal Kinderkoor van Wilma ten Wold. Ze oefenen het stuk The Beginning Emptiness, dat in opdracht van het festival skreun is door de Letse componist Eriks Ezenvals. De première is op 26 oktober op het Noordelijk Koorfestival onder leiding van de Letse dirigent Maris Sirmais. Het wordt uitgevierd door het Nationaal Kinderkoor te Gerremei Capelle Frise. Heel lang is de focus op Engeland geweest, want daar gebeurde het. Maar nu, onder de jaren, zie ik dat juist uit deze Baltische landen ontzettend hege koorcultuur naar je stad komt. We zien een nieuwe compositie hier waar ik kom, en dus we zien ook ik naar deze kant. En wij wilden het gewoon even aan de lijve ondervinden. Zeg maar, we willen niet meer op ziek van hoe doen ze dat nou? Wat doen ze aan educatie? Hoe leiden ze koordirigenten op? Hoe doen ze dat hier? Daar ben wij wel vreselijk nieuwsgierig naar. Ja, daar moet ik gewoon heen. Dan krijg je het beste onder ziekje. Thank you. It's your beginning emptiness. Oh, I think it's still warm.
Yes. You wept. Yeah. Thank you. Yes. Okay. You wept. Great. Thank you. And I heard it, and I've played the piece. It's I think it's a wonderful piece, and I can't wait performing it with my choir. I think they can. So yep. That's what I kept in mind. You know, I sing here in a professional state choir. Yes. We can sing Ligeti. We can sing Mahler. Yes. We can sing everything. Crazy yes. music yeah. and quarter tones. But I have also written some music for children choir. And yes. I have three children at my home, my own kids, and I understand them. And when we have this project where there will be children choir yes. and adult choir, so I needed to think of the how hard to write, yes. the level yes, of complicated yes. score. So and I think it's together... It's perfect, yeah, yes. The capacity yes. of amateurs is not this. Yeah, but it's also not cheap, I would say. No. I try to compose from the view of children. Okay. Yes, great. Yeah. Yes. My kids are loud in my apartment and home, and I need more extra time to compose. I need, of course, silence. And then I come here. Okay. I have here piano, and I can compose. And I like this atmosphere. Also, that helped me about the beginning emptiness, you know. Emptiness, some kind of darkness, mm-hmm. but beautiful darkness. This is miracle. Yeah. We are the beginning of emptiness. We're the beginning of the kids. And that's how I imagine the beginning of the piece, that the kids, the children choir, yes. will be outside or some, and they will silently start to sing, and they will come from backstage. Yeah, from backstage. Yes. So yes. That's. Oh, it's a nice idea. Yeah. Klassieke muziek, maar het heeft een klein beetje invloeden van lichte muziek ook, een klein beetje, op een goede manier. En hij schrijft sommige dissonanten, dus zeg maar tegen elkaar aanliggende tonen die een beetje het gevoel geven of de herkenning geven van wat Glette ook wil schrijven. Het grappige is dat zij niet zo heel erg benauwd zijn om ook iets te schrijven wat goed in het gehoor ligt. Is here. And when I feel that I'm ready to start to write melody, then I need piano. Yes, okay. I can't write piece without piano. No. Okay. That's true. Okay. I need piano. Yes, me too, yes. Yeah. But the first mind is the global idea of the global piece. Idea, yes, and the atmosphere, and trying to catch the atmosphere. Yes. You understand that? yes. This is so important. Yeah. First, looking for that bigger. Yes. Picture, and it's, you know, I have caught myself that the bigger idea comes when I'm in a movement. When I am sitting in a tram or I am driving my car alone, and I just keep, and it comes, the ideas mm-hmm. come. Where I spend a lot of time
to finish the music, the biggest problem is you have this inner ear, mm-hmm. how you hear the music, mm-hmm. but you have to put it on paper. And that's the biggest time. Yes. Yeah. Because you, is it a horn? No, it's a clarinet. Is it first tenor or second alto singing this? You know, yeah, this is. Because you have this atmosphere in your heart, but you have to have this silence in order to understand, no, this is oboe. This is not flute, this is oboe. Yeah, and that's how yes. silence is so important. Yes. Aktuell in Lettland, was ist spezifisch in unserer Singqualität, ist, dass unser geografischer Punkt, wo das Lettland steht. Wenn bei uns hier kommt sehr viele Traditionen. Das erste ist Deutsch-Tradition, Punktualität, die europäische Qualität und dass diese auch dass die Klangqualität europäisch. Der nächste, wir so gut kennen, die schwedische Qualität. Ein bisschen mehr Distanz, nicht zu viel Emotionalität. Ja, ein bisschen, das ist, was kommt von Skandinavien. Und dann wir kennen und verstehen, was ist eine slawische Tradition. Dass diese russische oder was, wenn ich mache etwas, ich mache mit ganzem Körper, mit ganzem Herz. Ja? Und das, ich denke, das ist ein Komplex, was ist hier in Lettland. Das ist wie ein Treffpunkt, ein Weg, Treffpunkt. Ja. Geweldig, hè, Socks? Ja. Dat Simon Dogger, dat is ongelooflijk. We er even rommelen, we er even praten en het is een tak in één keer is een akkoordje erbij. En dan zo'n ritme erin zitten, oh, dat is echt fantastisch. Ja, dit is super. Jongen. Mijn gemak dat het gebeurt aan je. Het is, ja, geweldig. I started singing when I was a child, I think 3 or 4 years in this kindergarten. Yeah, because there was this teacher and we have this lesson, like lessons. And yes, that's where I started. Where is it? In my family, we always sing. In Easter and in Christmas, yes, always sing. And it's a great time to spend, yes. You like music and singing? Yeah, a lot. What does it do with you when you sing? Oh, I feel like in heaven. Without singing, I wouldn't feel so good. Yeah, but, of course I like pop music and that, but it's different to sing in choir. And yes, there will be together all choir, yes, and friends. And when you sing pop music, you are alone. Yes, and if you sing alone, it's a little bit harder. But when you sing all together, it's just fun. How come that so many people are singing on such high level here? I don't know. Many people says that all Latvians have voices for singing. Maybe that's one reason, but I really don't know. Maybe because everyone says Latvians are singers. Yes, and that's why.
No, actually, it's... It's just in our hearts, I think so. Jūs? Es nezinu. Kā es jau tā kā kūrstu, bet viņi kā tik tāda augstā līmenī iedomst. Nu, pat cik Latvijā ir tā kora dziedāšana vispār attīstīta, tad, nu, ar lielu darbu. With hard work. Oh, yes, of course. In Sowjetzeit, natürlich, das war einzige Möglichkeit, wenn lettische Leute zusammengehen und singen, lettische Musik. Ja, natürlich, das war einzige Möglichkeit, wenn das, aber von anderer Seite, in diesem Moment, wenn das kommt, die Markttektomie, dann auch das Kultur sagt, okay, jetzt, sie müssen selbst ein bisschen mehr denken, wenn das Geld kommen und dass diese Kommerziale ein bisschen, ja, arbeiten mehr wie früher. In Sowjetzeit natürlich, das war, in jedem kleinen Dorf war ein Kulturzentrum, in jedem kleinen Dorf war ein Chor oder manchmal mehrere Chöre, eine Tanzgruppe oder ein Bläserorchester oder so, ja. Jetzt, die Situation ist ein bisschen anders. Und ich nicht denke, wenn das Leben in Lettland ist wie eine Blume. Nein, wir haben so viele Probleme und so viele. Aber ich denke, das ist auch eine Motivation. Wenn viele Leute kommen, das ist etwas Mentalität. Das kommt von unserer nationalen Mentalität. How is it possible that the level of the choirs is so high? I think that's because of the song festival. We have this goal. In Soviet time, yes, you know, the communism forbid special Latvian songs about freedom. Yes. So, but in the end of 80s, Soviet Union broke. Yes. So. This is a place where every 2 years we have a big song festival here, when choirs from all Latvia come together here. So this is a place. Ah, so huge. My goodness. Oh my God. And here are all singing people. Yes. Only singing people. Yeah. Well. I think 13,000. Was a place where we had our first nationwide gathering to talk about
we are occupied country. We want to receive our freedom back. This was a place where all nation gathered. So, it was overcrowded. And it was here. Yes. So, 20 so years ago. 20 years ago, yes, yes. Yeah. Only 20 years ago. Das ist für mich immer interessant, wenn ich arbeite mit Amateuren und mit professionellen Leuten. Ja. Ich immer denke, und das ist meine Philosophie, wenn das Musik ist, das ein bisschen selber wie ein Brot. Wenn Sie nehmen ein Brot, was kommt von einer Fabrik, schmeckt es gut, aber das ist alles künstlich. Und wenn Sie nehmen ein naturales Brot von einer Bauerntradition, ja. Sie probieren das und das ist ganz anderer Geschmack. Und warum? Wenn das Mensch ist auch wie ein Brot, dass dieses Prozess, wo er lebt, in Musik, in diesem Charakter, das ist dasselbe, was ist mit dem Brot. Wie länger das macht, dann das Qualität ist besser. Und dann manchmal, zum Schluss, wenn das ist final, ich nicht sage immer, wenn eine Amateure ist schlechter wie eine Professionelle. Das ist nur, ist das dieser Lernenprozess, was ist verschieden. Aber manchmal, dass diese Qualität, Musikqualität, ist manchmal besser mit dem Amateur. Wir müssen uns sagen, dieser Sitzung, Kopa, wer ist es? 1 und 2 und 3. Aus die Stimme, die Kater Sau. Toen ben je nog een paar dagen op ziek, he, naar het geheim van die Baltische koorcultuur. Ben je hem wat wijzer worden? Nou, absoluut. Wat we ontdekt hebben is dat hier de koorcultuur hoger aangeschreven staat dan de solistische cultuur. Ja, en dan nog de ze volgen zichzelf hier de litten. Ja, de geschiedenis is natuurlijk een geschiedenis van onderdrukking. Duitsland, ja. Zweden, Polen, Rusland, ja. Achter elkaar aan een hele serie ja. van... steeds maar weer een andere staat die daar opdrukt. En dan hoor je gisteren van Ezenvalds dat die koorfestivals, die zijn vanaf 1873 al, houden ze die al. Ja. En dat is de tijd waarop dat Letse nationalisme ook ontwaakt. Dat kun je hier ja. in de straat ook zien. Je hebt hier die Eisenstein met zijn slagroomjongens. Prachtig hoor, ja. Het is smullen. Maar die Balten die houden ook iets van, het is toch niet onze stijl. En dan zie je daar dat grijze ding. En die heeft dan een eigen Baltische jugendstil. Dat is toch een wat introverter stijl. En dat zit in tijd ongeveer gelijk ja. met het neerzetten van zo'n stadion voor zo'n koorfestival. En het uitdragen van een eigen identiteit. Ja. Dat vind ik ook wel heel typerend. Ja, en dat natuurlijk, ik ben met jij dat het een minder is, dat maar een liedje. Het is een heel liedje land zelf. Want dat betreft, binnen ik wil weer parallel met Friesland te loeken. We zijn natuurlijk, ik ben een heel liedje land. Maar we willen wel graag uw eigen niet horen, ten eerste. Maar ik wil een beetje uitdragen. Dat trotse gevoel. Nou, ik denk dat letten dat ik wil hebben van. Nou, we zijn toch maar gerust dat we samen cultuur hebben, dat we u toch maar losvrotten hebben. Ik denk dat ik wel een beetje eigen is. Je kunt hier niet dromen. De mensen mogen dromen, maar wij niet. Wij zijn aan het werk. A klein, 3 en in. That's already... Het is mijn passie en ik vind het heel fijn. Ik kan gewoon mezelf zijn als ik zing. En ja, het is heel leuk met andere kinderen in een koor. En ja, dat. Het helpt je heel erg als je denkt... Maar voel je heel erg vrij. Kun je nog één keer op 33? Ja, op zich moet je denk ik wel talent hebben en ook... Ja, je moet wel een beetje discipline hebben, want anders als je hier alleen maar een lolletje van maakt, dan kom je niet echt ver. Ik vind gewoon als je op een podium staat en
je zingt de muziek die je zo lang geoefend hebt met elkaar. Dan ja, dat is gewoon echt zo'n mooi moment. Daar word ik altijd vrolijk van. Ik denk dat iedereen kan leren om goed te zingen. Het is alleen wat het grote verschil is dat de ene gewoon veel meer tijd nodig heeft om ergens te kunnen komen dan de andere. En dat kenmerkt wel deze kinderen, dat ze in 10 stappen iets kunnen wat een gemiddelde een klas misschien wel 75 stapjes voor moet zetten. Maar met een goede manier van lesgeven en muzikale repertoirekeuze, dat soort dingen, kan je gewoon heel veel bereiken met kinderen. Zingen voelt als thuiskomen voor mij. Want ja, ik voel me gewoon één met mijn lichaam dan. Als ik heb gezongen, dan voel ik me helemaal compleet. Ja, heel fijn vind ik dat. Zingen is voor mij een manier om jezelf te uiten. Ik vind het leuk om te doen. En als ik dat doe, dan kan ik ook zeg maar even al mijn zorgen vergeten. En dat is soms wel fijn als je dan heel druk op school hebt of zo. Dan is het wel fijn als je even kunt zingen, want dan vergeet je toch alles om je heen en dan kun je gewoon muziek maken. Ik vind het altijd dat het mezelf heel erg vrolijk maakt als ik zing. Maar dat ligt ook aan het stuk, want als het nou een droevig stuk is, dan heb ik soms ook wel dat het me droevig maakt. Maar meestal word ik er wel vrolijk van. Was für mich war ein richtiger Schock. Und das ist natürlich, ich nicht kenne, weil Wilma zum ersten Mal mir sagt, wenn in Niederland ist keine Musikstunde in Schule. Ja. Und das war für mich Schock. Das war wirklich Schock, ja. Dass ich nicht verstehe. Ja. Natürlich, dass diese Tradition, auch Chortradition in unserer Schule mit dem jeden Jahr geht, ich denke, schlechter und schlechter. Wenn das diese zeitgenössische Denken, diese Internet und diese ganz andere Interesse für junge Leute, was jetzt dominiert in junge Generation, das ist manchmal ein großer Brems für das zum Beispiel Chormusik oder für Musik, für das Musik, was wir selbst spielen oder selbst machen. Auch hier in ja, auch in Lettland. Zingen hoort gewoon op school. Maar nou, je ziet ook met hele ontwikkelingen met de overheid dat men begrijpt niet hoe essentieel het is. Men denkt van als je nou allemaal maar heel veel informatie in kinderen stopt, worden ze heel goed. Maar dat kon nog wel eens helemaal niet zo zijn. Want waarom is het zo essentieel dan, muziek? Omdat zingen iets je verbindt met emotie, maar ook met je verstand. Want je hebt je kop erbij nodig, maar het is ook in je gevoelsgebied zit het. En die twee kan je bij elkaar brengen. Want in muziek zit zacht iets, en dan bedoel ik, maar dus de verwondering zit er. Er zit soms, kan boosheid in zitten. En dat kun je uiten. En je ziet heel veel jongeren die eigenlijk heel erg opgesloten zitten in zichzelf. En eigenlijk die kans niet hebben gehad om dat al zingende te uiten. Dat is een manier. Ja, ze kiezen voor het gezamenlijk zingen in plaats van een solo-carrière. En dat is nou juist het verschil met die westerse gemeenschap, waar ego en hebben en veel meer en het ik zo belangrijk ja. is. Dat vind ik wel een van de geheimen. En jij bent er nog structureel om muziekonderwijs dient en om cultuuronderwijs. En nou, dat is dus volgens mij dat is datgene wat we leren kennen van hun. Dat we gewoon structureel bij de band beginnen. Die famke zijn ik al hier van Sven begint met zo'n op de squalen marsnaam. Dat is het begin. In de kleuterschool. In de kleuterschool, ja. Er zijn al een heel soort wetenschappelijke onderzoeken die het onderzocht hebben dat de jongen juist heel goed is voor de concentratie van de band, voor de cognitieve vaardigheden van de band. Dus in wezen zou je dus om te bezuinigen juist meer om cultuur te moeten, want daar bespaar je wel een heel soort oordingen maar uit. Jongen, dat wist helemaal zelf. Door kerst hij er helemaal niet zelf in jou. Het is geen instrument wist hij achter verschoolde kerst. Door wist helemaal zelf.